Hallo, welkom bij alweer de laatste paragraaf in het hoofdstuk. Dit keer gaat het over resonantie. Resonantie is simpel gezegd hetzelfde als meetrillen. Dus, deze paragraaf gaat het erover wanneer gaat iets meetrillen. Alles kun je laten trillen, als je het maar hard genoeg probeert. Maar het gaat een stuk makkelijker als je het op het juiste ritme doet. Zoals een schommel of de slinger van een klok. En natuurlijk de wipkip of, sorry, hier de wipschildpad bedoel ik natuurlijk. Ieder voorwerp heet een volgestrilling. Dit zijn de eigen trillingen of, belangrijker, de eigen frequenties van het voorwerp. Je kunt natuurlijk proberen om iets te laten trillen op een andere frequentie. Als je naar voren gaat, je benen recht, hè? Ja? Goed zo. Als je iets mee wilt laten trillen, kun je het beste het laten trillen met de eigen frequentie. En dat is wat resonantie is. Resonantie kan soms destructieve gevolgen hebben. Wat je hier zag gebeuren is dat de atomen in het kristallen glas mee gingen trillen met de trilling van het geluid. Het geluid had precies de juiste frequentie waarbij dit gebeurt. Dit kan alleen als het glas echt van zuiver kristal is. Een goedkoop wijnglas is dat meestal niet het geval. Je kunt echter wel een beetje horen door met een natte vinger over de rand te laten glijden. Kijk maar eens. Resonantie kan erge gevolgen hebben als je niet rekening mee houdt. Bijvoorbeeld ook als je een brug gaat bouwen. Resonantie, iets om rekening mee te houden. Hou ook even rekening met de volgende les. Want dan bespreken wij de laatste opgaven van deze paragraaf en ook van dit hoofdstuk.